met als doel om de samenleving, in het bijzonder jongeren, te motiveren hun cultuur te waarderen, behouden en tentoon te stellen, heeft op 23 en 24 juni jongstleden de vierde editie van de tweedaagse Manspassie Prodewaka plaatsgevonden in Marowijne. Het evenement lag in het kader van de viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij op 1 juli aanstaande. De deelnemende groepen liepen door verschillende straten in Mungo. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Dit is de vierde editie van de Manspassie Prodewaka. En dit jaar hebben we weer de Manspassie Prodewaka omdat het 160 jaar Ketikoti is in Suriname. Dus we vieren de emancipatie. Dit keer lopen we twee dagen, vandaag en morgen. Ja, en er zijn heel wat groepen. We hebben culturele groepen, we hebben de brandweer erbij, we hebben de politie, we hebben de militairen erbij en ook een breastband helemaal uit Paramaribo. Emancipatie, weet u, is afschaffing van de slavernij. De mensen mogen het vieren omdat we vrij zijn. Ik weet niet of u het heeft meegemaakt, daarnet hebben we ballonnen losgelaten. We hebben heliumballonnen losgelaten. Om aan te geven dat vrijheid eigenlijk gratis is. Ja? We hebben de emancipatieviering. We willen vooral de jongeren erop wijzen. De jongeren laten weten dat hun cultuur heel belangrijk is. Dat ze hun cultuur moeten behouden. En dat ze ook hun cultuur moeten doorgeven. Zodat het blijft voortleven van generatie op generatie. Ja? Cultuur is heel belangrijk. In elk land, overal waar je gaat. Zie je dat mensen echt heel veel... heel veel waarde hechten aan hun cultuur. Dus dat proberen we ook met deze viering te doen. De mensen lopen in groepen. Ze hebben hun culturele klederdrachten aan. Ze hebben hun culturele klederdrachten aan. En u ziet, ze dansen awasa, ze dansen aleke. In Mungo heb je voor het grootste deel alleen Maron mensen. Vandaar dat je ook Maron muziekstijlen hebt, Maron dansstijlen. Je hebt ook een paar Javaanse mensen in Mungo. Je hebt ook gezien dat ze ook een groepje hebben gevormd. Dus zo willen we dat we een eenheid vormen en dat we op een speciale manier onze cultuur uitdragen.